Vandaag is het me een grote eer en een genoegen en fantastisch dat dit in deze wijk nu als eerste gaat plaatsvinden. En hierbij verklaar ik dit gezondheidscentrum voor open. Ja, we zijn hier bij het gezondheidslab, net geopend in Kanaleiland. En dat is het allereerste gezondheidslab in Nederland wat nu geopend is. Brengt de zorg heel dichtbij. Sterker nog, de inwoners krijgen zelf de mogelijkheid om resultaten te zien en om dat ook echt te laten beoordelen. Het gezondheidslab is inderdaad een laagdrempelige manier waar specialisten, huisartsen en anderen, bijvoorbeeld een GGZ, misschien ook nog bij gaan aansluiten. Er zit een zorghotel naast, maar gewoon een concept waar iedereen laagdrempelig, heel eenvoudig naar binnen kan wandelen en daar inderdaad hun gezondheid kunnen laten checken. Echt serieuze specialisten die daar goed naar kunnen kijken, maar ook direct kunnen teruggeven wat er aan de hand is. Nou, wat het voordeel van het gezondheidslab is dat patiënten in één keer een aantal onderzoeken kunnen laten doen. Dus niet de hele tijd heen en weer hoeven. En het is dicht bij huis. Dus het is in de wijk. Dus mensen hoeven ook niet zo ver te reizen om die onderzoeken te laten doen. Kanaleiland is qua mogelijkheden voor mensen om dichtbij iets te vinden, was er eigenlijk niet meer echt dichtbij. Het Antonius ziekenhuis is wat verder weg verhuisd. En wij willen de zorg juist dichtbij, in de wijk. Ja, dus dit was eigenlijk een mooie locatie. Ook omdat hier natuurlijk nieuwbouw gepleegd wordt of een verbouwing, waar het heel mooi in paste. Het past mooi bij de visie van het zorghotel wat hier komt. En ik ben ervan overtuigd dus dat dit idee, dit concept zoals je dat dan noemt, echt de andere navolging zal krijgen. Ik ben er ook van overtuigd dus dat dit meer partners zal aantrekken, tot ook anderen hier graag hun zorg willen laten verlenen, zodat je inderdaad echt in Utrecht en voor heel Nederland een lichtend voorbeeld hebt hoe je zorg dichtbij echt goed organiseert.